Daniel, Edwin, goedemiddag. We zijn hier vandaag te gast bij MCB in Valkenswaard. Waarvoor onze dank. Ik geef jullie zo meteen even de kans om jullie bedrijf en jullie zelf nog even te introduceren. Maar laat mij voor de luisteraars en de kijkers even heel kort de context schetsen. Over het thema Factory 4.0, logistiek in beweging en productielogistiek in beweging in de digitale keten. Beide van jullie zijn eigenlijk organisaties zijn eigenlijk klant van Quintes en jullie gebruiken onze diensten om jullie digitalisering met onze ketenpartners zeg maar te doen. En eigenlijk onafhankelijk van elkaar. En jullie begonnen dit project te doen met gebruik van ons platform. En ik was eigenlijk heel erg nieuwsgierig, omdat dit toch wel, denk ik, voor luisteraars en kijkers, dit onderwerp voor digitalisering van het productieproces zelf, via zeg maar een logistiek en een productieplatform, toch echt wel een hele nieuwe problematiek is, was ik zelf heel erg geïnteresseerd en wilde ik eigenlijk dit als een duo-interview met jullie doen. En ik denk dat er ook een hoop van te leren valt voor andere mensen die in het onderwerp geïnteresseerd zijn. Dus voordat we zeg maar in het onderwerp zelf duiken, geef ik even, denk ik, jullie even kort de kans om even je bedrijf en jezelf eventjes te introduceren voor zoverre niet iedereen die natuurlijk naar deze podcast luistert dat van tevoren weet. Daniel, wil jij als gastheer daarmee beginnen? Gastheer. ik ben Daniel Doornen. Ik werk bij MCB, 21 jaar inmiddels, als digitaal productspecialist. Alles gedaan tussendoor, daar moet ik even denken. En ik zorg er eigenlijk voor dat ik in MCB de connecties leg tussen klanten en leveranciers en dus het digitaal gebied. Dat ben ik. En kun je even heel kort iets zeggen over MCB, voor degenen die dat misschien toch niet weten? Nou, MCB is eigenlijk een metaal groothandel. Die metalen en staal levert en bepaalde diensten levert. Mijn naam is Edwin Sengers. Ik werk sinds 3 jaar voor Marel. Ik werk daar als binnen Global Supply Chain. Ik leid daar een team van programmamanagers voor Supply Chain Excellence daar. En daarmee heb ik samen dit project opgezet met MCB. Voor degenen die Marel niet kennen, Marel is een bedrijf dat geïntegreerde oplossingen levert voor food processing. Zowel voor de vleesverwerkende industrie, verwerking van kip en ook voor vis. Daar zijn we marktleider binnen. Marktleider in Nederland? Marktleider wereldwijd. En met grote ambities om nog verder te groeien. En hoe groot is Marel voor al die mensen die er nog nooit van gehoord hebben, dan toch een miljardenbedrijf ontdekken? Ja, op dit moment hebben we een omzet van 1,3 miljard. En we gaan verder doorstijgen naar ongeveer een 3 miljard omzet in 2026. Door autonome groei en ook door het verdere overname van andere bedrijven. Oké, en hoeveel fabrieken zijn daar dan? Momenteel zullen we ongeveer een 8 à 9 fabrieken hebben. Die wereldwijd gecreëerd zijn. Oké, nou, Marel en MCB maken, zoals ik al zei, allebei eigenlijk al onafhankelijk van elkaar gebruik van Quintes Integration Services om het digitaal samenwerken met jullie ketenpartners te bevorderen. Nou, kern van jouw functie denk ik ook, Daniel. Zowel aan de procure-to-pay kant, dus met leveranciers, als aan de order-to-cash kant. Dus het samenwerken met klanten eigenlijk. Zou je gewoon nu in zit van, waar staan jullie nu als organisatie? Zou je grofweg aan kunnen geven van welk gedeelte van die processen op dit moment al digitaal verloopt? En is dat meer aan de orde van de klantkant en aan de leverancierskant? Of is dat gelijk? Ja, het is denk ik zo'n beetje wel gelijk. Het ligt een beetje aan hoe je meet, natuurlijk. Maar als je de order-to-cash kant kijkt, doen we zo'n 35% digitaal. Binnen 3 kanalen. Dan kan onze eigen webportal zijn, maar natuurlijk digitaal is. De EDI-koppeling en webservice hebben wij. Ja, daar doen wij heel veel berichten over. Orderbevestiging, paklijst, doen wij voorraad, dat we op en neer kunnen sturen, prijslijsten. Dus heel veel type soorten connecties kunnen we daar aan maken. En aan de purchase-to-pay kant doen we ongeveer 45% aan de binnenkomende goederen. En dat is ongeveer 75% aan inkomende lijnen. Die we daar doen aan de orderbevestiging en paklijst. Oké. Daarnaast zijn wij ook nog bezig met de invoice dan met de Quintes te gaan doen. Op ons purchase-to-pay proces. En we hebben een virtueel assortiment. Zo, op hetzelfde project. Dus jullie verbreden ook de processen. Zeg maar. De footprint ben je ook nog steeds aan het verbreden, zeg maar.
Hoe ligt dat bij jullie? Is dat dezelfde orde van grootte? We hebben met name veel EDI aan de inkoopkant. Ik denk van de inkoop doen ongeveer 75-80% van onze bestellingen. Loopt nu via EDI, full EDI of via de vendor portal. Dat draait van 6,5 vestigingen. Dan zijn we aan het uitbreiden. En we zijn ook de documenten die we uitwisselen aan het uitbreiden. Op dit moment werken we met de bestellingen, bestelde vestigingen, facturatie. En we gaan dat ook uitbreiden met van shipping notifications. En ja, we hebben meer plannen om dat verder te integreren met leveranciers. Ja. Maar jullie klantprocessen werken waarschijnlijk anders, omdat veel klanten één keer een investering bij jullie doen en niet constant misschien ook. Ja, we zijn er wel volop mee bezig om daar te gaan kijken, met name naar de spare parts business. Oh ja, spare parts, meer met meer richting klanten te doen. Ja. Dat staat nog in de kinderschoenen eigenlijk. Dat is wel een van de projecten die we de komende jaren gaan aanpakken. Oké, interessant. Nou, als we nou inzoomen op de integratie tussen jullie twee organisaties, dan eigenlijk zelf MCB dan als leverancier van Marel, hè, want dat is dan eigenlijk de verhouding voor klantenprocessen als ordering, levering, facturen en dat soort dingen. Zou je dan eigenlijk vanuit allebei jullie perspectief eens even aan willen geven van hoe jullie voor jezelf de voordelen zien? En dan ben ik ook heel benieuwd om te horen hoe die voordelen die je allebei ziet dan op elkaar aansluiten, zeg maar. Misschien wil jij er als klant eerst iets over zeggen? Ja, eigenlijk is samenwerking een tiental jaar geleden begonnen met MCB. Waarbij we de stap gemaakt hebben om ons inkoop van bewerkte staf en buismateriaal om de bewerking niet meer zelf uit te voeren, maar die uit te besteden aan MCB. Het voordeel voor Marel is dat gewoon heel veel opslagruimte bespaart. We hoeven niet meer te investeren in voorraad. En ook we hebben minder ruimte nodig voor machines en we hoeven daar niet in te investeren. En daarmee is eigenlijk is MCB eigenlijk een verlengstuk geworden van de fabrikage van Marel. Een soort extended factory eigenlijk. Ja, extended factory. Ja. Het is voor specifieke productieorders hebben we specifieke lengtes nodig met bepaalde bewerkingen. Het boren van gaten, bepaalde afkanten van producten, noem maar op. En die producten die bestellen we en die krijgen we dan binnen 2-3 dagen binnen, zodat onze assemblage kan doorgaan. Het is korte levertijd en het is ook een heel hoog volume. We hebben 25.000 keurtjes orderlijnen per jaar. En daarmee hebben we eigenlijk een hoog volume met lage waardedichtheid, omdat het allemaal kleine bestellingen zijn. Dus daarmee is het ontzettend belangrijk dat het een heel efficiënt proces is. En daar hebben we de afgelopen jaren, maar ook zeker afgelopen jaar hard aan gewerkt om daar een aantal stappen te maken. Oké, en hoe zitten de voordelen aan jullie kant? Zijn er jullie ook voordelen, Daniel? Ja, zeker. Toen wij die productieproces over gingen nemen, was het eigenlijk, Marel zei, hier heb je de machines en mensen en ga maar produceren. En dat moet natuurlijk helemaal geïntegreerd worden in het MCB-systeem. We gingen echt van kaarten, van bakken met tekeningen en alles. Dat logistiek proces en productieproces ingaan. En vanuit dat 10 jaar geleden tot aan nu, dat is een immens verschil. Maar jullie leveren dan ook wel weer meer waarde per product, want je levert niet alleen maar plaat of. Nee, inderdaad. We leveren dus de. Je bent iets meer als gewoon alleen een groothandel dan. Ja, service. Ja. De service die erachter hangt. Ik bedoel, iedereen kan een stukje staal leveren, maar wij vinden het heel belangrijk om die bepaalde service te geven. Aan bewerkingen van het materiaal, aan het verpakken van het materiaal, het leveren. De snelheid die daarachter hangt natuurlijk, de leverbetrouwbaarheid die daar heel belangrijk is. Efficiency, speelt dat een rol bij jullie? Op dit, in het productieproces wel degelijk, ja. Okay. Ja, en het logistiek ook, want als je nou met deze techniek die we nu hier neergezet hebben en de afgelopen jaren naar gegroeid zijn, van manueel ordernotatie tot aan volledig geïntegreerd binnen ons systeem binnenkomen, daar ligt de meeste efficiëntie. Ja, nou voor de eerste keer, volgens mij is dit wel voor de eerste keer dat jullie zeg maar op deze manier nu het proces aan het digitaliseren zijn, eigenlijk beyond order to cash, hè? Want wat je met andere klanten eigenlijk ook al doet, want dit is natuurlijk echt wel een industrie 4.0 capability waar we het over nu in zitten. En in die zin zijn jullie denk ik ook gewoon wel een smart factory nu ook aan het worden. En van, kun jij zeg maar kort schetsen van hoe dat nou werkt en hoe het zeg maar hoe de oplossing technisch in elkaar zit en hoe je nu zeg maar echt die diepe integratie van het directe productieproces en de productieaansturing eigenlijk al digitaal tussen jullie systemen nu plaatsvindt, want het is niet meer alleen maar het doen van een bestelling en een tekeningenpakket erbij, wat sommige mensen al heel geavanceerd vinden,
en een aantal specificaties erbij die je dan vervolgens de verkoopbiddendienst binnengeeft. Het gaat nu echt volledig digitaal van machine naar machine, of niet? Ja, dat is mooi, hè? Wij doen helemaal niks meer in tekeningen nou. Eerst had er een tekening gestuurd met een bak en een tekening erin en een map erin en nu klaar maar op. En daar zijn we helemaal van afgestapt. Al die informatie op die tekening staat, en zoals dus eigenlijk in het systeem van Marel staat, wordt digitaal naar MCB gestuurd. Die wordt helemaal vertaald naar onze eigen codes, hè, want je moet toch bepaalde codes met elkaar afstemmen. En die komt helemaal volledig geïntegreerd binnen ons systeem binnen, zodat we weten hoe we moeten zagen, wat voor bewerkingen we moeten doen, boren, draad snijden, facetteren, enzovoort, enzovoort. En dan komt dus eigenlijk Linea direct bij ons het productiesysteem in, zodat ze weten hoe moet ik het gaan doen. En binnen een kwestie van een paar minuten. Dus niet alleen je ERP-pakket in, maar eigenlijk blaas je het meteen door naar je CNC-machines en naar de instellingen van je machines zelf. Dat is dan een laatste stap die we nog moeten doen, om dat nog verder te optimaliseren. Maar dat, daar staat het allemaal wel voor klaar. De machines moeten ook gekeken zijn. Oké, wie nam nou het initiatief eigenlijk daarvoor? Volgens mij was het redelijk. We zijn een paar dingen samen gekomen. Ja, eigenlijk. We zijn vanuit Marel sowieso bezig om EDI uit te breiden. Om die samenwerking efficiënter te maken met al onze leveranciers. Maar goed, gezien 25.000 bestelregels per jaar is gewoon een grote hoeveelheid daarmee. Dus daarmee stond MCB hoog op het lijstje. En wat we zagen aan Marel-kant is dat we zagen dat onze processen niet helemaal optimaal waren ingericht. Waardoor we best wel heel veel administratie hadden. Om een inkoopproces bij MCB. Dus behalve de integratie die we samen van elkaar gekregen hebben, hebben we ook aan Marel-kant hebben we dat proces helemaal geoptimaliseerd. En dat is eigenlijk redelijk samengekomen. En ja, ik denk dat een jaar geleden ongeveer hebben we aan dezezelfde tafel gezeten. Als eerste kennismaking van hey, hoe kunnen we dit in gang zetten. En ja, het best behoorlijk wat afstemming gekost, omdat we alles moeten afstemmen. Ja, dat wat wij doorsturen moet erkend worden aan de MCB-kant. Dat is toch een communicatie. Als de water, je moet gewoon. Ja, maar je ziet nu dat het begint met de productieorder aan Marel-kant. Die vertaalt zich door naar een bestelling aan onze kant, waarin alle kenmerken opgenomen zijn wat we specifiek voor die productieorder nodig hebben. Gaat naar de MCB toe en een paar minuten later kan het al productievloer liggen. Ja, gaaf. En hoe liggen die technische parameters dan bij jullie vast? Want die zullen niet in het bestelsysteem hun origine vinden, denk ik. Nee, klopt. Het is in feite wat wij aan de Marel-kant hebben eigenlijk hetzelfde basismateriaal dat we iedere keer inkopen met andere bewerkingen en andere lengtes. Dus wat we daadwerkelijk inkopen, dat is pas bekend in de productieorder. Dus in de stuklijsten. In de masterdata leggen we alle kenmerken vast, worden gekopieerd aan de productieorder en zo gaan ze in feite de hele keten door. Dus het komt echt vanuit het engineering systeem zelf, zeg maar, waarin de afronding van de hoek of de dikte van de plaat of de afwerking zeg maar, dan ook vastgelegd is. Zeg maar. En die wordt via het ERP-pakket dan eigenlijk doorgegeven. Ja. Oké, okay. En hoe doen jullie dat dan? Deden jullie dat in het verleden dan met andere leveranciers om juist die parameters dan ook door te geven? Nou, wat je heel veel ziet nu ook dat het in tekstomschrijving gebeurt. Dat gebeurde met MCB ook tot een jaar geleden op die manier. Zeker. Dat teksten werden opgepakt. En ja, dat is natuurlijk niet helemaal efficiënt en ook foutgevoelig en dergelijke. En dit is, dat zijn dan die documenten die jullie eigenlijk bij ons via de Electronic Document Management app dan delen dan met de leveranciers? Ja, dus zijn ook in dit geval waren het echt karakteristieken al, maar dan wel in een tekst, niet in een gestructureerd verband. En dan moesten we maar hopen dat degene aan de MCB-kant dezelfde interpretatie had als die dat bij Marel had. En wat moest er dan aan jullie kant gebeuren om die gegevens dan op te pikken? Want nu zeg je van, het kan er binnen een paar minuten op de vloer liggen. Dat is ook weer een groeipad geweest. Van het totaal aflezen van een tekening en in het systeem invoeren naar een gestructureerd Excel, zoals we dat toen een tijd noemen, met tekstveldjes erin. Ja. Wat we moesten ook weer handmatig in moesten voeren. Toen zijn wij gedacht van kunnen we die Excel niet op een bepaalde manier een SAP inlaaien om dat toch eenvoudiger te maken, dat heeft al versneld. Allemaal een periode geweest van de afgelopen 10 jaren. En ja, die Excel had al heel veel geholpen aan onze kant, maar eigenlijk nog helemaal niet aan Marel's kant. En de stacksveld. Ja, en die structuur na die codesverwerking, hè, dus na de geconfigureerd binnenkrijgen, dat is de grootste stap van afgelopen jaar geweest. Die masterdata die daar hard voor nodig is. Afspraken, ja. Oké. Okay. Ja, en ja, ik vind het wel dapper van jullie. Je hebt er ook best wel veel in geïnvesteerd. Want als ik heel simpel redeneer, dan denk ik van ja,
jullie hebben die gegevens toch al vastgelegd in engineering. Of je die nu als een setje PDF met wat tekeningen doorgeeft aan een leverancier. Of dat je zoveel investeringen doet om dat helemaal digitaal zodanig manier te doen dat zij het makkelijk op kunnen pakken. Daar hebben jullie best wel een grote investering voor gedaan. Blijkbaar zien jullie er wel een business case in. Ja, dus wat zien jullie daarvan als belangrijkste voordelen van Marel om zo'n stap te maken? Ik heb een aantal voordelen. Enerzijds is het van efficiëntie van MCB is... leidt tot een betere overholketen. Iedereen moet zijn boterham verdienen. Dus ook, uiteindelijk zal ook MCB het werk wat ze moeten doen doorbelasten ergens. Maar als je gewoon kijkt naar Marel-kant, zien we ook heel veel voordelen. Een stukje betrouwbaarheid, een stukje veel betere controle die we nu hebben. Wat zijn de materialen die we wel of niet ontvangen? Ook de prijsbepaling, die gebeurt nu op grond van karakteristiek dat we exact dezelfde prijsbepaling hebben als MCB. Dat wil ook zeggen dat de factuurcontrole daarmee vloeiend verloopt. Waar we in het verleden nog heel veel moeite hadden om de factuur van Marel te koppelen aan wat wij besteld hadden. En, dus je ziet eigenlijk over de hele keten heen gewoon heel veel voordelen hiervan. Zie je dat ook nog als een strategische verandering voor de supply chain? Want zie je dan dat je wat je nu met Marel doet, zeg maar, daardoor er ook het manufacturing proces van Marel zelf zou kunnen veranderen, doordat je misschien andere make-buy beslissingen gaat nemen en dat je meer met dit soort extended factories als MCB gaat werken? Ja, extended factory zie ik absoluut als toekomstmodel voor Marel. Ons kenmerk is een laag volume en een hoge mix. Dus dan moeten we gewoon op een efficiënte manier inkopen. We moeten gewoon zorgen dat we de bestelregels met een relatief lage waarde, dat ik op een efficiënte manier kan afwerken daarmee. Dus je denkt dat er ook wel andere leveranciers zijn met wie je dat eigenlijk ook gewoon toe zou kunnen passen? Absoluut. Ja, oké. Okay. En aan jullie kant, ik bedoel, hè, jullie staan natuurlijk de hoek als groothandel, dan denkt niet iedereen aan een extended factory, hè, denk ik, als je het woord groothandel in de mond neemt. Ik bedoel, zien jullie voor jullie klanten dit soort value-added services ook als een concurrentievoordeel of positioneren jullie je daarmee in de markt en hoe gaan jullie daarmee de slag aan met anderen? Het belangrijke is het verschil is dat wij, ja, we zijn een groothandel in staal, maar wij leggen de focus op de value-added service eigenlijk die we willen bieden voor onze klanten. Dit ook, we vinden de klant belangrijk, dus dit is de extra service die we willen leveren voor onze klanten. Wat voor type bedrijven zijn daar nu klaar voor? Om dingen te doen zoals jullie dat nu met Marel doen? Nou, ik denk als je al een ERP-pakket hebt, dan kun je al een eigen connectie goed opzetten. Waar je een goede structuur kunt brengen in je masterdata, in je artikeldata. En je inkoopsysteem, of je verkoopsysteem nou in dit ding veranderen. Dan kan het al. Maar als je zo ver wil gaan zoals we met Marel hebben gedaan, dan moet je echt... Dan moet je heel je systeem zo op orde hebben en je productieproces ook helemaal geïntegreerd hebben in je ERP-systeem om dat voor elkaar te krijgen. Dus daar zegt al, is Marel wel echt een partij die voorop loopt, zeg maar. Ja, zeker waar. Ik weet dat jullie ook actief zijn binnen Brainport, hè, met Smart Industry, zeg maar. En dat jullie daarin ook wel voorop lopen, zeg maar. Zie jij zelf vergelijkbare projecten op dit niveau in Connected Factories van de grond komen al? Of denk je dat dit nog echt gewoon wel de eerste wave is, zeg maar? Nou, dit is wel, we staan wel in de voorgrond van. He, dus wij zijn hier heel vooruitstrevend in, maar het kan natuurlijk bij Brainport, wat we daar neergezet hebben, zijn die mogelijkheden dat dadelijk ook doen. Ik denk dat zover zijn we daar nog niet. Dit is echt wel de eerste stap die we daar gaan hebben. De mogelijkheden zijn er aan onze kant, alleen vaak zijn dus de klanten daar niet helemaal klaar voor om dat volledig te kunnen doen. En daar helpen wij onze klanten graag in om die weg te bewandelen. Edwin, we hebben het net gehad over die operationele voordelen en de aansturing daarvan. Ik vroeg me af van, zijn er nog andere strategische aspecten die jullie meewegen met het aangaan van dit soort samenwerkingen als met MCB? Zeg maar, ik bedoel, jullie leggen natuurlijk eigenlijk wel een hele hoop gedetailleerde informatie over hoe je producten maakt en die het verschil maken, leg je op een digitale manier nu neer. Dat is maar één ding waar ik aan denk, van hoe gaan jullie daar strategisch mee om? Het feit is, wat we daarmee doen met onze contracten, leggen we al de link naar de leverancier toe met een stukje geheimhoudingsverklaring. Dit is puur het efficiënter maken van de processen. Dus dit is de informatie die we sturen, die sturen we sowieso al. Het enige is dat we nu net digitaal doen, dat doen we direct door onze leverancier, dat verwerkt kan worden. Dus de impact is daar relatief beperkt. Oké. Okay.
En nog andere strategische overwegingen die jullie hebben? Ja, goed, we willen ons uiteraard met onze leveranciers willen we een samenwerkingsverband aangaan en hoe efficiënt mogelijk samenwerken, wat in ons beide belang is. En omdat jullie ook flink groeipad nog daarom, hebben. Ja, dus we gaan wat meer doen en daarmee willen we wel proberen om het proces efficiënter te maken. Dus dat is wel de strategie die we ingezet hebben om zoveel mogelijk elektronisch te communiceren. En daarmee hebben we een aantal grote stappen gemaakt, onder andere met MCP. Ja, dus jij denkt dan, hè, we hebben natuurlijk nu denk ik iets van 50 EDI-leveranciers met jullie en een paar honderd op het portal. Mm-hmm. Daar zie jij ook nog wel weer ontwikkelingen in die ook de kant op zullen gaan waarop jullie nu met MCP opgegaan zijn. Een aantal leveranciers zeker. En ook onze EDI-connecties zijn we aan het uitbreiden ook met andere versies die nog geen gebruik maken van EDI. We zijn op dit moment bezig met onze fabriek in Denemarken en in Slowakije om die ook uit te krijgen. Nou, super interessant. Ik denk dat dit een heel goed inkijkje was van het digitaliseren van productieprocessen over eigenlijk de order en de orderbevestiging heen en wat daarachter zit en wat daar nog aan een next level benefits aan vastzitten voor beide partijen. Dat is echt super interessant om dat ook te zien dat jullie allebei je eigen voordelen kunnen noemen en dat die zo op elkaar aansluiten. Goed onderwerp om deze podcast mee af te sluiten. Ik wil jullie hartelijk bedanken om deze ervaring met ons te delen en met de luisterers en met de kijkers. Misschien komen er hier en daar nog wel wat vragen in de chat vragen op de comments door. Die zal ik ook graag aan jullie doorgeven. Hartelijk dank en vast zover. Dank je wel.